We bespreken nu tekst 23a. Cicero intimideert Catilina. Catilina was zijn politieke tegenstander die niet tot consul was verkozen. In tegenstelling tot Cicero, die wel tot consul was gekozen. Want Catilina die was er voor alle arme groeperingen en daar moesten de huidige nobiles toch ook niet aan denken. Dus hoewel Cicero een nieuwe man was, een homo novus in de maatschappij, was hij toch tot consul gekozen. En dat stond Catilina tegen. Dus Catilina had een samenzwering richting Cicero. En Cicero, hoewel hij geen bewijs had, wilde hij in deze redenvoering net doen alsof hij alles wist van die samenzwering. Dus we gaan hier iets lezen waar Cicero heel goed in was, namelijk redenvoeringen. Kijken we naar de eerste zin. Quam diu Catilina patientiam nostram temptabis. We kijken, wat is de persoonsvorm daarin? Dat is temptabis. Dat is een futurum van temptare, tweede persoon enkelvoud. Jij zult op de proef stellen. Er staat geen onderwerp bij. Dus je vertaalt verder gewoon van voren naar achter. Hoe lang, kwam, moet je hier vertalen met hoe. Hoe lange tijd, Catilina, zul jij op de proef stellen? Wat zul jij op de proef stellen? Leidend voorwerp maken wij blauw. Ons geduld, patientiam nostram. Dus hoe lang nog, Catilina, zul jij ons geduld op de proef stellen? Begint hij weer hetzelfde. Quam diu? Hoe lang? Met dan weer als persoonsvorm hier de babymoes. Zullen wij moeten? Hoe lang zullen wij moeten verre? Zullen wij nog moeten verdragen? Tuum furorum. Jouw razernij en audaciam en brutaliteit. Dat zijn weer twee leidende voorwerpen, dus die maken weer blauw. Tuum furorem, congruert, en audaciam. Patre tua concilia non sentis. Kijken we naar de persoonsvorm. Dat is sentis van sentire. En er staat hierachter plus een ACI. Voel jij niet dat? En dan hebben we de accusatieves in de ACI. Tua concilia, jouw plannen. En we hebben de infinitieves in de ACI. Patere, openstaan of duidelijk zijn. Dus voel jij niet dat jouw plannen duidelijk zijn? Merk je dat niet, Catilina, dat wij al lang doorhebben wat jij wil gaan doen? Non putas not ignorare te superiore nocte socius convocavisse concilia capisse ut rem publicam everteres. Hier is de persoonsvorm. Putas. Non putas, denk jij niet, dit is weer plus een ACI, denk jij niet dat, en dan is dit de accusatief in de ACI, dat wij ignorare, dat wij niet weten, plus nog een ACI, gaat lekker hier. Denk jij niet dat wij niet weten dat jij, dat is de onderwerp in de volgende ACI, dat jij superiore nocte, dit hoort bij elkaar, dit is allebei ablatives enkelvoud, mag je vertalen met in de vorige nacht, dat jij in de vorige nacht, socios convocavisse, bondgenoten, bijeen hebt geroepen, voortijdig, omdat een isse uitgang heeft, bondgenoten bijeen hebt geroepen, concilia capisse, plannen hebt gesmeed, ut rem publicam everteres, om, dit is wel weer even een persoonsvorm, om de staat omver te werpen. Dus dan maken we dit blauw, om de staat omver te werpen. En hier stelt hij een retorische vraag. Quis audacior scelestior insanior est quam tu? Ook een soort climax met dingen die steeds erger worden. En sowieso drie dezelfde soort woorden achter elkaar gezet. Wie est? Wie is? Quis is het onderwerp. Wie is audacior, brutaler, zijn comparativus,
Scelestior, schurkachtiger of misdadiger. En insanior, ja, gekker, ja, idioter, kwam toe dan jij. Dus je hebt hier een comparativus met kwam. En je mag het met idioter en gekker en misdadiger vertalen, omdat het vergeleken wordt met toe. Dus je hebt hier wel een vergelijking. Hier krijg je een uitroep, een exclamatio. O tempora, o mores, o tijden, o gewoonten. Senatus, hier het onderwerp van de volgende zin. Senatus, haec intelligit, dat is de persoonsvorm. De senaat begrijpt, haec begrijpt deze dingen. En de consul, videt, de consul ziet het. Kortom, iedereen heeft door wat jij wilt doen, Catalina. Maar toch, tamen vivis, toch leef jij. Dat is eigenlijk raar, wil Cicero zeggen, dat Catalina toch nog leeft, terwijl iedereen doorheeft wat hij doet. Tamen vivis, toch leef jij. Of nou ja, leef je? Je leeft niet alleen. Etiam in senatum venis. Venis is hier de persoonsvorm. Jij komt zelfs in senatum, richting de senaat. Nos autem fortissimi viri, republicae satis facere videmur, si te vitamus. We kijken eerst naar de persoonsvormen. Videmur, wij menen. En we hebben vitamus in het bijzinnetje. We kijken eerst naar de hoofdzin. Videmur staat erachter. Wij menen. En die wij, dat zijn dan de fortissimi viri, de dapperste mannen. Dus wij, de dapperste mannen, menen. Satis facere, genoeg te doen. Republicae, voor de staat. Dit hoort bij elkaar, res publica, de staat. Wij, zeer sterke mannen, of je kunt hier eventueel zeggen de dapperste mannen, omdat het eigenlijk met alle mannen van de staat wordt vergeleken, maar zeer dappere mannen is hier zeker correct, omdat je met niks concreets vergelijkt. Wij echter, zeer dappere mannen, menen genoeg te doen voor de staat. Nou, wanneer dan? Als wij jou ontwijken. Dus te is weer een leidend voorwerp. Als wij jou vermijden. Maar non satis est, dat is niet genoeg. Est is hier de persoonsvorm, het is niet genoeg. Oporte bat te Catilinam iam pridem iusse consulis et multum duci. Het behoorde jou, Catilina, Jan Pridem, allang, Jussu consulis, Jussu is op bevel van de consul, genitief is enkelvoud, ad mortem, naar de dood, duki te worden gebracht, infinitief is passief. Nos consules fere muste cupientem urbem terrarum caede atque incendiis fastare. Feremus is hier de persoonsvorm. Dat is van verre. Zullen wij verdragen. Nos is hier het onderwerp. Nos consules. Wij. De consul, zullen wij de consuls jou verdragen? En dan heb je hier een zinnetje, een bijzinnetje beginnen met cupientem. Dat is een participium en dat slaat terug op te. Want dit is accusatief is enkelvoud, cupientem ook. Zullen wij jou verdragen? Jij namelijk, willend, de orbem terrarum, de cirkel van de werelden, of cirkel van de aarde, de hele wereld. Verwoesten, vastaren. En hoe wil hij dat doen? Kaide, ook ablatief is enkelvoud, door misdaad en door branden.
Dus door moord en door branden, dat kan ook. Ik zal deze nog even herhalen. Moeten wij, of zullen wij, de consuls, jou verdragen? Jou willend de gehele wereld door moord en door branden verwoesten. Of terwijl jij de hele wereld door moord en brand wil verwoesten. Kware Catilina, daarom Catilina, en hier geeft hij een bevel. Ex i, dit is uit ex en uit i, zo. Ga uit, dus. Verlaat. Quam celerime, quam plus superlatieve, zo puntje puntje mogelijk. Zo snel mogelijk uit de stad, dus ga zo snel mogelijk uit de stad. Patent portai, patent is het onderwerp. Zij staan open, het onderwerp erbij is de poorten. De poorten staan open. Word dan weg met jou, Catilina. De poorten staan open. Educ, heb je weer een persoonsvorm van e en doek. Dus leid uit. Leid uit de stad. Samen met jou, omnes tuos, al de jouwen, iedereen die bij jou hoort. Neem iedereen die bij jou hoort, Catilina. Neem die gewoon met je mee. Nos magno timore libera. Als persoonsvorm heb je hier libera, dat is een imperativus, bevrijd ons van grote angst. Nobiscum esse iandiutios non potes. Potes is de persoonsvorm, die komt van posse, van present, tweede persoon enkelvoud. Jij kunt non diutius, niet langer, niet jam langer, niet nog langer, nobiscum esse. Nobiscum, dat bestaat uit cum nobis, met persoonlijke voornaamwoorden staat cum er altijd direct achter, dus ook tecum, vobiscum, ook nobiscum. Jij kunt niet nog langer met ons esse, met ons zijn. Nou, waarom kan dat niet? Non feram. Ik zal het niet verdragen, futurum, eerste persoon. Non patiar, ik zal het niet dulden, non sinam, ik zal het niet toestaan.